Love, Sex and Drama. In Love, Sex and Drama hebben we het vanavond over verslavingen. Het afgelopen uur hebben we het over seksverslaving en verslaving in het algemeen gehad. Nu bellen we met Michael Niklaus. Dag, Michael. Goedenavond. Michael, jij was alcoholverslaafd. Ja, dat klopt, ja. Ja. Je bent er nu volledig vanaf? Ja, nu ben ik er al lang, een tijd snel vanaf. In juli zal het 10 jaar zijn. Oké, ja, proficiat. Merci, merci. Ja, we hebben het eigenlijk over die verslavingen, omdat dat vooral alle relaties enorm kan verzuren of zelfs kapot maken. Hoe was dat bij jou? Ja, natuurlijk, als je een verslaving hebt, is dat natuurlijk niet ideaal. En ik heb om mijn 20 jaar ook al mijn 20 keer een vriendin gehad. Maar natuurlijk, als je veel drinkt, dan kunnen veel afspraken niet nakomen. En is dat eigenlijk echt allemaal niet zo goed. Dus al die relaties kunnen natuurlijk niet blijven duren. Omdat ik had meer oog voor de alcohol dan soms voor mijn vriendin. Ja, maar was dat dan zo echt al van 's morgens dat je begon te drinken? Of? Nee. Dus daarom ben ik op mijn 25 jaar gestopt met drinken. Ik heb er eigenlijk al heel veel rond gedaan om eigenlijk ergens aan te tonen dat je niet bijna in de goot moet liggen om een alcoholprobleem te hebben. Ik ging gaan werken overdag, maar s'avonds vaak na de voetbal dronken wij toch wel 3, 4, 5 dubbels. En we waren ook niet elke avond, ik was ook niet elke avond super zat, maar toch wel 3, 4 avonden in de week was ik wel zat. En dat is eigenlijk ook mijn definitie van een alcoholverslaving, is eigenlijk als je met iets begint, dat je er niet mee kunt mee stoppen en dat je er eigenlijk geen controle over hebt. Dus dat beeld dat heel veel mensen hebben van iemand die in de goot ligt, in mijn ogen klopt dat totaal niet. Oké, en nu? Is het nu moeilijk om eraf te blijven? Ja, natuurlijk. Ik heb in die 10 jaar heel veel zitten onderzoeken van waarom heb ik eigenlijk gedronken. Want bijvoorbeeld, ik ben opgegroeid in een deftige thuis. En mijn ouders die hadden mijn materieel, alles wat ik nodig had. Maar ik was iemand die soms wel emotioneel was. En in België merkte dat heel veel mensen de materiële behoeften zijn ingevuld, maar de emotionele behoeften niet altijd. En ik was iemand dat veel dood aan aandacht, aan liefde, aan zachtheid. En dat ze mij luisterden, dat ze mij begrepen. En eigenlijk heb ik in die 10 jaar lang gemerkt van, ik heb dat heel zitten onderzoeken. En ik heb eigenlijk gemerkt dat ik daar een beetje tekort aan had. Hè. Geen slecht woord over mijn ouders, maar ik was iemand, ik had meer nood aan dat ze naar mij luisterden en zo. En doordat ik dat niet kreeg, dan ging ik soms een beetje gaan vluchten in zaken, omdat ik ergens gefrustreerd was, omdat ik mij niet goed voelde. En dat is een beetje voor mij de kern van verslaving, is ergens je emotionele behoeftes, dat je die niet kunt invullen of dat je daar iets mist en zo. En ik denk dat heel veel mensen problemen hebben met verslaving in het algemeen. Oké, en heb je dat tekort aan liefde, heb je dat ondertussen al ingevuld gekregen? Dus ik heb het ergens ingevuld, maar eigenlijk het allerbelangrijkste is eigenlijk om het tekort aan liefde te aanvaarden. Want zolang dat het blijft invullen, heb je het ook nog altijd nodig van andere mensen. Ik heb eigenlijk ik zie mijn ouders super graag, hè? Ja. Maar ik heb eigenlijk ergens mijn verleden aanvaard. Ik heb ergens een plaats kunnen geven. En nu komen wij super overeen en we zijn heel content en zo. Maar het is wel een vrij lang proces geweest. Ik ben er echt jaren mee bezig geweest om een beetje de diepere psychologie achter mijn verslaving te zoeken. Want ik heb ook heel veel mensen die bij mij in begeleiding komen. En 1 op de 2 mensen die bij mij komen, die zeggen altijd, ik drink, maar ik weet niet waarom. En eigenlijk als je zo heel die puzzel een beetje gaat samensteken, en dan moet je eigenlijk een beetje een onderzoek van waarom is die nood daar naar alcohol of naar andere verslavingen? Want ik help mensen met een alcoholverslaving, maar het drugsverslaving, seksverslaving, dat is eigenlijk allemaal een beetje dezelfde leegte dat mensen proberen te vullen met iets buitenaf. Ja, want je zegt het zelf al, je helpt mensen nu ook. Mensen die bijvoorbeeld bij jou in therapie willen komen gaan, komen, dat is debestebeslissing.be. Maar je hebt ook een boek geschreven, hè? Ja, ik heb er al verschillende geschreven. Hè. Dus ik heb een boek geschreven via de Standaard Uitgeverij. Dat is echt over succesvol minderen of stoppen met alcohol. Mm-hmm. Maar ik heb ook nog veel andere boeken geschreven over over emoties, over depressies. En mijn laatste boek, die gaat eigenlijk over God en over Jezus, hoe dat wij mij ook helpen in het leven. Oké, maar dan zijn we alweer aan een heel ander verhaal. Michael, ik ben heel blij dat het goed met je gaat. Heb je ondertussen ook een liefde in je leven, een relatie?
Ja, ik heb twee grote liefdes in mijn leven ondertussen. Het eerste is al mijn vrouw. En morgen wordt onze dochter, Lea, wordt 2 jaar. Dus dat zijn mijn twee grote liefdes in mijn leven. Plus ook mijn goede vrienden, plus ook mijn ouders. Dus we zijn zeer content. We zijn 3,5 jaar samen, 1,5 jaar getrouwd. En we hebben een kindje van 2 jaar. Dus alles gaat goed. En ik ben zeer content. En dat is ook zoiets. Als ik nu nooit gestopt ben met drinken, is de kans heel klein dat ik dat eigenlijk zo ervaar nu dat ik het vandaag allemaal ervaar. Voilà, kijk. Als dat niet mooi is. Dank je wel om jouw verhaal met ons te delen.